Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brunner door de Bocht. Deze aflevering weer eens ouderwets journalistiek met mijn neus in oude auto's duiken en genieten maar. Dat doen we namelijk in Vreeland, dus, op de grens van de provincie. Daar zit namelijk een Healey museum met allemaal hele kleine Engelse oude autootjes. Woehoe! Hey, kijk eens, Eo! Hey, hallo daar! Hé, hey, wat een prachtige zeg. Het stinkt zo lekker naar benzine. Dit is waar echte autoliefhebbers van houden. Wat een geweldig ding zeg. Hoi. Edo. Je kan instappen Edo als je wil. Hé? Je mag mee. We gaan even een rondje maken. Maar mag... Je mag ook rijden als je wil. Ga eens lekker zitten. Echt? Nou, laat maar kijken waar het kan. Hupsie idee. Oh, leuk zeg. Heerlijk hè? Och. Top hier is dat. En zo'n dag als vandaag is natuurlijk geweldig, hè? Dat het een beetje vriest. Oh. En dan toch lekker in je autootje overdag. Heerlijk, ja, je jasje aan, muts op, petje op, zonnetje erbij. Kijk, dit is natuurlijk waarom je zo'n auto hebt. Dit is het, dit is het. Daar zijn ze voor gebouwd, hè? En ook voor dit soort weggetjes, hè? Ja. Ja, het voordeel van deze auto's is ook dat ze in de zomer niet, zeg maar, alle warmte doorgeven naar binnen. Die oude Healey's. Ja. Daar zit niks tussen, dus als die motor warm wordt... Dan wordt het binnen ook lekker warm. Als het buiten warm. 25, 30 graden is, is het in de auto 40, 45. Oh ja, oeh. Dus... op goed geluk. Maar dit is eigenlijk nog een vrij een nieuwe Healey. Wanneer was dan de allereerste Healey auto? In 1947 is de eerste echte Healey ontworpen. 1947. Kijk, nou krijgt hij mooi geluid, hè? Ja. Het is beter werk. Kijk, en we lopen gewoon onder een auto door. Ja, een mooie kikkeroog. Een frog eye. Hij ziet er nog heel netjes uit. Mooi droog. Ja, hij is keurig gerestaureerd. Ja, het ziet er dat er geen olie op je kop valt. Nou, dat komt omdat er geen olie in zit. Kijk. Anders zou het een Engelse auto absoluut wel olie lekken. Dat begrijp je. Oh, kijk eens even. Ja, dit is het. Oh, kijk er dan maar zeg. Ja. Wat een hoop, hé. Ja, prachtig, hè? Even voor de helderheid, Vreeland ligt in Nederland. Maar je hebt waarschijnlijk ook wel een Vreeland ergens in Engeland, waar die auto vandaan komt. Ja, hij komt oorspronkelijk uit Engeland, maar dit is echt het enige Healey museum ter wereld. In heel de wereld is dit? Dit is het. De enige. Ja. Echt waar, joh? Ja, ja, is echt waar. Maar dan moet je wel hele bijzondere auto's ook hebben staan. Een aantal echt hele bijzondere, ja. Waar er maar één van ter wereld is, of nog maar één van de drie of zo. Dus echt waar? Heel bijzondere types. En, maar dit voor de helderheid, Healey, dat was een man. Donald Healey was een man. Dat was gewoon een meneer en die heeft... Die is geboren gewoon... zo rond 1890. Hm? En hij was technisch enorm begaafd, maar ook wel een durfval. Hij durfde gewoon ontzettend veel dingen aan. Want hij is bijvoorbeeld oorlogsvlieger geweest toen hij nog maar 16 was in de Eerste Wereldoorlog. En dat mocht natuurlijk helemaal niet, maar hij heeft gedaan alsof hij 18 was. Zo kwam hij in een vliegtuig. Is drie keer neergestort en bij de derde keer moest je ermee stoppen. Nou is het genoeg. Toen dacht ik ga auto's maken. En toen is hij met de auto's begonnen. Eerst als gewoon garagehouwer. Ja. En toen is hij ook rallies gaan rijden en races. Toen heeft hij gereden voor Invicta, een heel bekend Engels racemerk. Ja. Hij heeft voor Triumph gereden. Hij heeft ook een Triumph tegen een trein aangezet. Tijdens een rally. Interessant. Compleet plat gereden. Daar zat hij ook niet mee. En pas na de Tweede Wereldoorlog is hij met zijn eigen automerk begonnen. Jullie hebben hier ook iets in het museum waar het allemaal mee is begonnen. Ja. Ik weet het niet zeker, maar kan je dat even laten zien? Wil je het bureautje zien waarachter alles begonnen is? Het is een bureau. Ja. Heb je een bureau hier? Nee, we hebben het bureau uit de fabriek. En dan kun je precies zien hoe een autootje vroeger ontworpen werd. Tegenwoordig heb je allemaal computers en driedimensionaal. Maar toen ging het dus met passetjes, meetdingetjes, kleurtjes hier. Kijk, gummetjes. Hier de verfkleurtjes. En gummetjes en pennetjes. En zo ontworp je een auto. En wat je daar dan ook op de muur ziet, zijn allemaal prototypes die nooit geproduceerd zijn. Maar wel allemaal met de hand getekend. Geweldig zeg. Ja. Dus hier begint het dan. Je hebt dus een hoekje met waar het ontwerpen van een auto begint. Ja. En dan gaan we daarheen en dan zien we er heel veel. Of behoorlijk veel, vind ik. Ja. Waar begint het? Wat is de eerste? Helemaal aan die kant. Dan zijn we even daarheen. Helemaal naar die andere kant. Kijk, dan heb je daar... Oh ja. Een van de eerste staan uit 1947. Ja, dat zie je. Dat is de Duncan Healey. De Duncan Healey. En die is... Dit ziet er ook echt uit als een oude auto. Kijk, met die vormen. Wat leuk is dat je dus suicide doors hebt. Dus die tegen de richting ingaan. Heerlijk comfortabel instappen. En die auto's werden dus gemaakt van aluminium. Want na de Tweede Wereldoorlog was er nog relatief heel veel aluminium over.
vanuit vliegtuigen die toen geproduceerd zouden moeten worden. En relatief weinig staal. Dus dat was toen eigenlijk wat aluminium later eigenlijk in de jaren 70, 80 en 90 was het materiaal om auto's mee te gaan maken. Ja. Omdat staal inderdaad gewoon veel te zwaar is. Ja, en daar waren zij toen al mee begonnen als het ware. En gewoon omdat het meest beschikbaar was en het goedkoopst op dat moment. Ja. En dat bleek een goed idee. Ja. En dit is nog de enige ter wereld, deze Duncan hier, die nog bestaat. Ja. En hier achter in de vitrine kun je zien hoe die is aangetroffen. Zo stond hij in een schuurtje. En dat is helemaal uit elkaar gevallen. En dat komt omdat die auto's werden gebouwd op een houten frame. Maar zo'n houten frame, dat valt op een gegeven moment uit elkaar. Dus er valt ook de hele auto uit elkaar. Het kon rotten. Dus als ik het goed begrijp, hebben we dus in de provincie Utrecht, in Vreeland, de enige auto ter wereld. Deze Healy, hoe heet hij ook? De Duncan. De Duncan. En nergens anders te zien. Nee, nergens anders te zien. Ik ga hem even heel even aanraken. Mag. Heel voorzichtig, hè? Want het is al nu. Maar hij is wel. Ho, vingers erop. Afblijf, Edo. Ja, mooi. Kijk, en dit is de Silverstone. Die is echt gemaakt om gewoon mee te rijden op de weg. En als je zin had in het weekend, dan haalde je de sparkborden eraf. Dan liet je het ruitje zakken. En dan ging je lekker het circuit er weer op. En daarom heet hij ook de Silverstone naar het circuit in Silverstone. Dit is ook echt zo'n sigaar, zeg maar. Zo'n race sigaar. En hier zie je zo'n plaatje van zo'n Silverstone op het circuit. Topper is dat. Ja. Wat is dat? Ja, kijk, dit is een beetje de trots van het museum. Want dat is de auto waar Donald Healy zelf ongeveer 11 jaar in gereden heeft. En heel bijzonder is het wit leer. Dat zat in geen enkele Healy. Vond hij zelf kennelijk heel erg mooi. Is ook mooi. Ik heb ooit een brommer gehad met rood en wit combinatie. Zelf met de hand erop geschilderd. Ik vond het chic. Schitterend, hè? Ik vind het ook mooi. En op deze auto probeerde hij heel veel dingen uit die later standaard op een Healy geplaatst werden. Schijfremmen, speciale motor, speciale versnellingsbak. Over motor gesproken, want daar zit het. Dus al die auto's zitten motor in. Ja. Maar maakte hij die ook zelf? Niet altijd. Hij gebruikte vaak de motoren van een ander. En in deze gebruikte hij de motoren van Austin. Daarom ging het later ook Austin Healy heten. Austin Healy heten. Fiets. Dus hij heeft eigenlijk nooit zelf motoren geproduceerd, maar wel zodanig aangepast dat het racemotoren werden. Of, hij ging ze kietelen, zoals wij tegenwoordig kietelen noemen. Opvoeren, ja. Oké, geweldig. En ik zie daar ook een heel leuk ding. Ik weet dan toevallig dat het een frog eye heet, omdat hij van die gekke bolle koplampjes heeft en dat lijkt hem op een kikker. Ja, maar klopt. Wat is met die dan? Nou, deze is helemaal speciaal gemaakt ook voor de racerij. Voor de vader van Clive Baker. En Clive Baker was in zijn tijd de Schumacher van nu. Een enorme goede racer. Oké. En hier heeft hij als jongen in leren rijden. En hoe hard ging die dan, denk je? Ik moet het inschatten, maar ik denk dat hij tot 180 km per uur wel haalde. Toch nog, hè? Moet je wel lef hebben, hè? Ja. Stalen zenuwen. Stalen zenuwen. Maar kun jij me nou eens vertellen waar bij jou het merk Healy dan begon? Zoals dat vroeger ging, je kon natuurlijk, toen de APK nog niet bestond, kon je oude autootjes kopen. En die kon je voor 50 of 100 gulden kopen. En dan begon je bijvoorbeeld met een kikkertje. Zo'n Frog Eye. Die waren gewoon niet zo duur? Die waren gewoon niet zo duur. En dan kon je er heerlijk aan knutselen. Want alles wat je bij die auto deed, je kon het motorkapje eraf halen. Kon je bij de motor kon je alles eraan doen wat je zelf wilde. Maar daar kocht jij er zo een omdat die goedkoop was? Of omdat je toch altijd al een leuk een speciaal autootje is. Ja, en laat ik eerlijk zeggen, onder elkaar deed het ook goed bij de dames. Hè, als je met een kikkertje aankwam. Oh, echt waar? Dat weet ik dan weer niet. Heel mooi autootje zeker. Maar toen kon je dat voor weinig geld kon je dus een oude kopen. Ja. Maar hoe is dat nu dan? Als je nu een leuke Healy wil, wat moet ik dan ongeveer meenemen? Ze zijn de laatste 5 à 10 jaar wel heel extreem duur geworden. Een hele goede 100, waar je hier een voorbeeld van ziet. Ja. Ja, dan zit je toch aan 60, 70.000 euro te denken. Als hij helemaal kant en klaar is. En dat vind ik wel jammer, want het is echt een liefhebbersauto. Nee, want is die eigenlijk... Ik heb het bij mezelf ook wel een beetje. Ik heb ook heel lang wil ik een keer een soort van goedkope Ferrari's. Mijn jongensdroom om ooit een Ferrari te kopen en te hebben. Ja. Maar dat kan tegenwoordig echt niet meer. Nee. Echt en dat is niet leuk, want hier moet het hebben van de mensen die er echt liefde voor hebben. Ja, precies. En die er graag gaan knutselen. En vroeger was dat veel groter. Die groepen daar ook veel groter. Ja. Want je deelde alles met elkaar. De onderdeeltjes, wat je nodig had, noem maar op, wat er nog was. En dan had je gewoon lol aan het feit dat je een Healy reed. De Healy knutselclub, die konden elkaar in feite voorzien en helpen. Ja. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Dat wordt steeds moeilijker. En wat ik zo leuk vind van oude autootjes ook, zijn die kleuren.
Ja. Vroeger had je allerlei bonte kleuren van auto's hier. Een soort diarree bruin, man. Wie verzint het? Maar het is maar wel veel leuker dan grijs en zwart. Hey, kijk nou eens. Er zit een Rolls Royce motor in. Ja. Dit is gewoon een Healey met een Rolls Royce motor. Hoe komt dat? Het is een hele bijzondere. Toen Austin Healey niet meer bestond, toen ging Donald Healey verder en die wilde een auto ontwikkelen voor de Amerikaanse markt. En toen heeft hij een 3 liter doormidden gezaagd, dus de auto doormidden gezaagd, niet de motor. Dit stuk ertussen gezet en toen kon er een Rolls Royce motor in. Dus wacht even hoor, en voor de helderheid, dus hij heeft gewoon die auto zo in een volledige lengte doormidden gezaagd, om er dan zo'n stukje tussen te zetten, zodat de blok erin kon. Ja, en het grappige is, je ziet aan de motorkap, dat ziet er nog steeds in, dat oorspronkelijke radiator niet past en dat ze de motorkap er zo op klatsten. Oh, er zit een negatieve deuk zit in de motor. Kijk, wat ik zelf altijd heel leuk vind, is dat ook een Barbie had een Healey, hè? Ja, ik krijg nou dus een rambam. Kijk, dat was een roze Healey waar Barbie dan met Ken in kon rijden. En die hebben jullie ook? Die hebben we ook. Maar er is echt gewoon, voor een beetje autoliefhebber kun je uren rondbanjeren. Ja. En als je er dan ook nog bent om wat verhalen te vertellen. Ja. Man. Ja. Maar ja, we hebben te weinig tijd voor brunnen door de bocht. Dus ik vrees ik ga je nog één ding laten zien. Nou, echt als de laatste dan. Dat ja, is alles leuk. De Westland Healey van Prins Bernhard. Dat was ook een Healey rijden. Ja. Die heeft ook een Healey gehad. Die staat hier en dan mag ik in? Ja, nee, er is niet zo heel veel meer van over. Oh, echt waar? Nee, oh, het is op zijn Prins Bernhard afgelopen. Ja, kijk, dit is nog over, het sleuteltje. Niet waar. Ja, echt waar. Oké, het lijkt mij het beste, want ik wil hier nog wel heel even blijven. Dat jij gewoon lekker naar huis gaat en je koffers pakt en je spullen meeneemt. Dan blijf ik hier gezellig nog even hangen om de rest te bekijken. Dit was Brunnen door de Bocht. Tot volgende week. Hé, en wat is met al die bekers daar, man? Ja, dat zal ik je nu vertellen. Dat is een mooi verhaal. Zijn die ook allemaal van Mr. Healey of zo?